Goedemorgen, de recreant hier. Vandaag ga ik weer een lange run lopen, een LSD, een long slow distance. Deze keer niet vanuit mijn huis weg, maar vanuit het Wolvega. En ik start bij het Van der Valk restaurant. En dan maken we een mooi bochtje langs de Lende, of de Linde. En dan hopelijk hier over een goed 4 uur hier weer terug te zijn. En ik heb de GoPro weer mee. Dus jullie gaan weer mee op reis. Nou, ik heb alles mee, alles is klaar. Ik heb me ingesmeerd voor de zon. Ik heb een buffje mee, dat kan ik op mijn hoofd doen voor eventueel als het te erg wordt. Ik kan het nat maken in de sloot. En ik ben er klaar voor. We gaan. Ik neem jullie mee. Zo, we lopen nu Olde Trein in en bijna 40 minuutjes onderweg. Ik heb ontdekt dat mijn horloge nog op handmatige rondes instellen staat, dus ik krijg geen signaaltjes op mijn pols van alweer een kilometer gelopen. Zo snel erover gedaan. Dit is ook een stukje psychologie. Dat je dus niet iedere keer een horloge aan je pols hebt die jouw dingen gaat vertellen. Ik zie je thuis wel. Ik heb mijn GPS mee. Ik weet de route. En die gaan we lopen. En het eind van het verhaal zien we wel verder. Nou, zoals jullie zien, hier ben ik en ik ga dus die kant op en dan kom ik langs de tjonger is dat. Dan ga ik langs of zo. Er is een bochtje en dat gaat helemaal zo naar beneden toe. Weer terug richting Wolvega en dan kronkel hier zo ergens langs, geloof ik. Nou goed. Nou goed, het leuke lopen kan beginnen langs een mooie natuur. Ik heb er zin in.
Nou, het lopen gaat nog steeds goed. Niks aan het handje. Alleen de route. Ik denk dat ik een stukje ben misgelopen, maar goed. Aan het eind maakt het wel goed hoor. Ik spot net een mooie ooievaar. Hij gaat nog steeds super, alleen mijn navigatie was niet helemaal goed. Dus daarom loop ik nu even een andere route, toch een beetje op mijn duur te komen. Maar dat geeft niks, er ligt asfalt genoeg. Mooi weer, het is nog niet te warm, valt best nog mee. Gaat goed. Nou, nog een paar honderd meter. Dan ben ik weer naar boven gegaan. Moet ik alleen mijn auto nog even opzoeken. Maar dan hebben we de tocht wel gehad. En ja, ik vind dat op zich dat die hartstikke lekker ging. Wel verkeerd gelopen in de route, maar ja, een beetje asfalt bijlussen en dan komt het allemaal goed. Ik zie het bordje staan, boven gaan. Tenminste, volgens mij staat dat erop.
Zo mensen, ik ben aan het einde van mijn loopje gekomen. We zitten zometeen op 5 uur en 10 minuten en een 43 kilometer. Dan zet ik de klok gewoon stil, ga ik rustig uitlopen naar de wagen en dan hoop ik dat jullie weer genoten hebben van de beelden van onderweg en van mijn verhalen live op Facebook. Gewoon even gekheid tussendoor, gewoon omdat het kan. Mensen, fijne dag, tot volgende keer.